Wij zijn in Kalmersweg en we zijn onderwijs naar de familie Brouwer. Zij zijn opgenomen door Siebrecht namens de hele buurt, omdat hun dochter Silke in het ziekenhuis leidt. Zij is 14 jaar en leidt op het moment in Nijmegen. En wat ben kwart ik dialyseerd worden. Dus een moeilijke tijd voor de familie. En daarom dachten ze van ja, dat verzinnen het een opkikker. Dus ik heb een mooi oliballenpakket bijnaam van echte bakker Eddy de Jong uit Dokkum en de Westerrein. Dus we zullen er even heen en hopelijk kun je er een beetje van genieten. Ik ren je gewoon even terug. Hallo, hallo. Is dit de familie Brouwer? Ja, klopt. Dat klopt helemaal. Dan ben je helemaal op het goede adres. Ja, dan wel, ja. Ik krijg een mooie verrassing namelijk. Oh, dat is mooi. Een mooi oliballenpakket. Je bent namelijk een opjoen. Nou, geweldig. En trouwens, ben ik dan benijd. Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Geen enig idee waar het wijzen kan. Nee, geen idee. Nee. Het is iemand van de buurt. Nou, dan zoet Siebrecht wijzen. Dat klopt helemaal. Ja, dat klopt helemaal. Want zij vertelde, ja, je hem dochter leidt in het ziekenhuis? Nou, ze is inmiddels klokken weer thuis. Dus dat scheelt. Ja, maar hij had een schokje in het ziekenhuislijn weer. Ja. Wat is er precies aan de hand, ik vraag je mij? Nou ja, dat is een heel lang verhaal. We zitten al met haar ongeveer in de medische molen. En haar nieren beginnen nou te falen. Dus dat even, kritiek best. Ja. Maar het gaat nou weer wat beter of? Ja, nou weer stabiel kregen, dus ze mocht nou weer mij naar huis, ja. Ja. Maar Christ, lijden ze wel in het ziekenhuis of? Ja, maar Christ wie ze er nog wel. Ze is maar Christ wel beide Christ dagen per dag of per uur gestuurd geweest. Maar ze wie nog wel in het ziekenhuis, ja. Ja. Heftige tijd dus. Ja, zeker. Maar ja, goed. Ja. Weet je, wij leven er al over hier mij. En ja, het is natuurlijk nooit leuk als ze in het ziekenhuis lijdt, maar... Ja, je wordt dan leeft en go with the flow. Ja. Ja, dat is ook het beste wat je dwang kennen dan natuurlijk. Nou ja, eigenlijk zo ja. Ja. Nou, ik jou in ieder geval hoor. Ik kwam hier in ieder geval van genieten, hè? Ja. Oeh, ja, dat vind ik lust heel lekker. Lust toch wel ja. En ik wil maar krentjes. Er zit van alles wat zit ertussen. Maai hem dat wel? Ja. Jawel, hè? Ja, ik maai alles. Doe maar eens alles wel. Ja. Nou, dan komt dat goed uit, maar als de shimmer er al in zit. Ah, lekker. Ah, lekker! Even rustig, jongen. Nou, kom goed van pas. Ja. Nou, hartelijk bedankt. Dat komt namens de hele buurt eigenlijk, maar Siebrecht heeft een mail gestuurd. Ja. Dus vandaar. Nou, super. Dankjewel, buurtjes. RTV